Het houdt maar niet op met explosies in onze regio. Afgelopen nacht maar liefst 4 in Rotterdam en 1 hier in Vlaardingen. Bij een 83-jarige stel, meneer en mevrouw Veringmeijer. Ik zat hier 1-2 minuten op de stoel, omdat ik slecht te slapen ben. Na een feestje zie ik dan van buiten komen en ik pak mijn boek open. En ineens komt er een hele grote lichtmassa en die knalt tegelijk. En ik hoorde die bom buiten. Ik reageerde er niet op. Ik denk dat is vuurwerk. En ineens hoorde ik haar roepen. En ik gilde naar mijn man. Brand, brand, brand. Aad, brand, brand, brand. Het is het zoveelste explosief dat hier in Vlaardingen afgaat. Maar de schade is eigenlijk veel groter dan het zo in eerste instantie lijkt. Ik heb er geen woorden voor. Hey, ik kan het nou niet meer zeggen, hoor. Nee, waarom voel ik het? Je bent er zwaar van geschrokken. Ik kom hier niet overheen. Ik heb een hele grote inbraak gehad hier. En nou weer dit. Ik kom er niet meer overheen. Nee. De kleindochter probeert Ria te troosten, want Ria heeft een boodschap. Een boodschap die ze heel graag wil meegeven aan politie, justitie, de burgemeester, maar vooral aan de daders. Verschrikkelijk, ze weten niet wat ze mensen aandoen. En niet alleen ouderen, ook gezinnen. Het gebeurt in Vlaardingen. De laatste tijd zeggen we wel eens, weer een explosie, weer een explosie. Gelukkig niet bij mij, maar nou ben ik aan de beurt. Het is schandalig, er zijn geen woorden voor. Onbegrijpelijk. Ja, wat mag je dan? Het is onbegrijpelijk. Ik snap het helemaal niet. Nee. De woningstichting is inmiddels langs geweest om de schade op te nemen. De politie doet onderzoek en vraagt omwonenden om mogelijk beelden van videodeurbellen en dergelijke op te sturen.